29 januari hebben we een lunch and learn met Theo Koster en Ricky de Vet. En dat gaat eigenlijk over de patiëntreis. Daarin enerzijds vertelt Ricky vanuit haar achtergrond iets over de patiëntreismethodiek. Hoe doorloopt een patiënt zijn of haar zorg? En wat zou dan idealitair het gewenste zorgpad zijn, om het zo te zeggen? En dan gaan we vervolgens, Theo die gaat in over hoe zijn reis is verlopen, puur vanuit patiëntperspectief.